Campagnes over vuurwerk lijken dit jaar vruchten af te werpen. In de regio's Haaglanden en Hollands Midden is er dit jaar aanzienlijk minder illegaal vuurwerk in beslag genomen dan voorgaande jaren. Maar het vuurwerk dat nog wel wordt aangetroffen is volgens de politie wel steeds gevaarlijker. In de politieregio Hollands Midden bijvoorbeeld zijn enkele levensgevaarlijke mortierbommen in beslag genomen. De afgelopen twee maanden werd op tientallen plaatsen in Zuid-Holland illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het meeste is afkomstig uit België en werd daar gemaakt voor gebruik door professionals. Ja, hier zit ook gevaarlijk vuurwerk bij, waarvan deskundigen ook zeggen van ik durf het niet aan te steken. Nou, mensen kennelijk wel. Nou, gewoon gevaarlijk. Ook geen gebruiksaanwijzing staat erop. Dus ze weten niet wat ze met vuurwerk doen. Opvallend genoeg is de hoeveelheid in beslag genomen vuurwerk een stuk minder groot dan vorig jaar. In de politieregio Hollands Midden werd maar 1/3 van de hoeveelheid van vorig jaar in beslag genomen. En in de regio Haaglanden was het de helft. Wij denken dat het alles te maken heeft met het nadrukkelijke toezicht in het hele land. De grenscontroles, met name bij België, om te kijken hoe daar de vuurwerkverkoop plaatsvindt en wat er naar binnen in Nederland wordt gebracht. En wij zijn heel alert op de ontwikkelingen die in de wijken van de regio Haaglanden plaatsvinden. Maandag nog werd in Den Haag een partij van 50 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het lag opgeslagen in een woning op de kinderkamer. Wij maken ieder jaar weer heel onverantwoorde situaties mee. Zoals ook deze keer weer dat er tientallen kilo's vuurwerk in een kinderkamer liggen opgeslagen. Dat is natuurlijk te gek voor woorden, want het gaat altijd goed. Maar je moet er ook niet aan denken dat het één keer misgaat. Hoewel er minder vuurwerk werd gevonden, is het vuurwerk dat werd gevonden wel steeds gevaarlijker. Door het vuurwerkteam in de regio Hollands Midden werden levensgevaarlijke mortierbommen gevonden. Maar ook bijvoorbeeld strijkers worden steeds gevaarlijker. De kwaliteit strijkers is verminderd. We treffen strijkers aan, er zit amper een strijkkopje aan. Het is nauwelijks te zien, nou, die klapt al in je handen voor je hem aangestoken hebt. Nou, levensgevaarlijk, tenminste levensgevaarlijk, in ieder geval wel beschadiging aan je hand. Dit doen ze met lawinepijlen. Ze hebben het gelukkig niet durven aansteken, maar ze breken de stok eraf en ze verbinden drie lonten aan elkaar. Nou, je moet er niet aan denken als dat in de buurt van iemand tot ontploffing gebracht wordt. Mensen bij wie partijen illegaal vuurwerk zijn gevonden, moeten in januari voor de rechter verschijnen.